Welkom bij Oh My Holiday, waarbij we op straat mensen gaan vragen naar echt goede vakantieverhalen. En de vraag van vandaag staat hier. Wat is jouw mooiste vakantieherinnering? Herinnering? Ik denk Egypte. Omsingeld zijn door leeuwen in Botswana. Naar Indonesië gaan voor 7 weken. Maar ik heb ooit een keer een hele zomer op een camping gewerkt. En dat vond ik zo leuk. Ik denk naar Ecuador, denk ik. Want? Nou, een mooi land. Ik wek het, de cultuur natuurlijk. Ik ben heel cultureel ingesteld. Ja, dat zie ik meteen. De zon, de Rode Zee, superwarm. De mensen daar, dat was echt fantastisch. Je bent 7 weken op Indonesië geweest, of in Indonesië. Hoe zeg je dat eigenlijk? In Indonesië. We zaten in een soort van, ze hebben zo'n 4x4 met een tent op het dak. En daar slaap je dan in die parken. En dan komen de leeuwen op je af. Nou ja, dat hoort niet, maar dit keer gebeurde dat wel. Dus toen moesten we snel de auto in rennen. En toen hebben we daar gescholen voor denk ik 2-3 uur omdat er allemaal leeuwen was. Ja, dag. Moet jij rennen voor leeuwen? En wat is je slechtste reiservaring? Op Vera. Ja, ik weet niet. Ik hou er niet zo van om de hele dag stil te zitten op het strand. Ik vind het echt verschrikkelijk. In Frankrijk geweest. We werden beroofd voor een stoplicht. Wat is er gestolen? Kijk, er waren 2 tassen kwijt, want voornamelijk van geld. En het vervelendste was dat de paspoorten waren weg. Lago Maggiore. Met de familie zijn we een restaurant uitgezet. Dat ging niet heel goed. Wat is er gebeurd? We waren een beetje luidruchtig. Jij vond het helemaal luidruchtig en je dacht, dat wordt echt mijn beste vriend. Ja, en mijn neef. Oh, je is een neven! Dit was hem weer. Kijk ook naar de volgende aflevering van Oh My Holiday. Vergeet niet te subscriben. En de vraag van de volgende aflevering komt nu in beeld.